Ja, dan zie je hoe het wordt, Roelof. Dit was het? Dit was het oorspronkelijk. En dit is het geworden. Voor acht grote luxe hutten aan boord. En een hele grote garage voor alle speeltjes die je nodig hebt. Als je naar Groenland gaat of naar Antarctica. En je gaat dus echt naar de streken waar je ja, verder niks daar is wat je zeg maar, graag bij wil hebben als je het onder het ijs wil duiken met een onderzeeër of van een berg af wil skiën. Er is een helikopterdek op, zodat je kan, op een bovenkant van de berg neergezet kan worden en naar beneden kan skiën door de verse sneeuw en dat soort dingen. Sneeuwscooters. Het is een James Bond boot lijkt het wel. Ja, ultimate. Ja, ja zeker. Wij zijn eigenlijk de enige in de wereld die dit als product aan de man proberen te brengen. Dus wij noemen dat dus, wij doen zeg maar, nieuwbouw en refitten, maar wij noemen dit dus conversie. En conversie is dus het kopen van een donorschip en dat ombouwen tot een superjacht. En dat concept is eigenlijk innovatief. En we kunnen dit zeg maar in 2 jaar tijd doen. En dan gewoon een volledig nieuwbouwproject kost 3 tot 4 jaar. Dus als het helemaal custom ontworpen is. Nu we hier zo lopen, is het eigenlijk ook wel leuk om iets te vertellen over de hal. Want het halconcept hebben we als Icon zelf bedacht. Uitgewerkt met Van Bussel Engineering in Vraneker. Het ponton waar we oplopen is gebouwd door Talsma in Vraneker. En alle spanten die erop staan zijn weer geleverd door Mannen van Staal. En deels hier in elkaar gezet en deels in Vraneker, bij lastbedrijven in Vraneker samengesteld. Dus het is eigenlijk een perfect voorbeeld van samenwerking in de regio. En het concept is echt heel uniek. We zijn de enigen die zo'n hal hebben. En de lol is dat we hiermee zeg maar, de weersinvloeden uit kunnen schakelen, terwijl het schip in het water blijft liggen. Dus het is geen droogdok, maar het is een drijvende hal. Eigenlijk gewoon een Fries schiphuis, maar dan heel groot. En wat zou voor jou nu een advies zijn aan die bedrijven die zeggen, ja, samenwerken, waarom zou ik dat meer moeten gaan doen voor de toekomst? Nou, omdat er nog best wel veel dingen zijn die wij niet in de regio kunnen krijgen. He, dus er zijn zaken die wij nu van over de grenzen halen. In ieder geval over de grenzen van Nederland, maar ook de grenzen van Baathoeken en Harlingen. En die zouden we graag ook in de regio uitbesteden.